Jongens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe dag. Welkom weer bij ook een nieuwe video. En we gaan er weer voor. Het is 6 uur 's ochtends. We gaan even lekker trainen. Daarna gaan we even lekker eten. Dus ga je niet meenemen. Jongens, we zijn weer onderweg. En de vogels die fluiten al. En het is nog lekker rustig. Iedereen is waarschijnlijk nog aan het tukken. En er is trouwens 2 uur tijdverschil met Nederland. Dus in Nederland is het nu 2 uur later. Dus voor nu bij ons is het 6:30. En is het in Nederland 8:30. Goed gerekend, hè? Nou, in ieder geval, het is nog heel rustig overal. Niemand nog bij het zwembad. Ook sowieso niemand buiten. Dus we kunnen even lekker rustig wandelen. En genieten van de natuur. Dat is ook belangrijk. Nou jongens, kleine gymtour. Water. Super belangrijk. Ik moet trouwens wat water. Oh. Koud. Yes. Nou, voor de rest cardio apparaten, niet heel erg speciaal. Leg extension, de benen en nog meer cardio apparaten. Is niet duidelijk super veel, valt op zich mee. Dumbbells, chest press, lat pull down. Shoulder press. Nou, daar ben ik. Met een bakje water. Dus we gaan even knallen. En voor de rest is het dus niet super veel. Maar we gaan gewoon even een been workout doen met dumbbells. En daarna misschien wat leg extension. Dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. Hè? We moeten niet te veel zeuren. Gewoon knallen. En hier gaan de dumbbells ongeveer tot en met 26. Dus ja, dat moet op zich wel goed komen. Het is niet extreem. Maar ook niet zeker super licht. Nou jongens, het ontbijt zag er echt top uit. En we hebben 2 pannenkoekjes. Een yoghurtje met chocopops volgens mij. Een paar broodjes. En zometeen gaan we nog meer kijken. Ja, natuurlijk ga ik ook voor jou laten zien. En ook allemaal lekkere dingen. Maar ik heb echt al zoveel gezien dat ik ook nog meer wil pakken. Ja, niet goed hè. Dat is niet... Oh. Nee, dat is niet goed. Maar zometeen ga ik voor een meer eiwit. Jij ook? Misschien. Ik weet het niet. Nee, je weet het. Maar dit is allemaal melk, toch? Of is dit yoghurt? Volgens mij melk. En kijk jongens, dan kan je je eigen ontbijtje maken. Nou, drinken. Oh, een kommetje hiervoor. Oh, hier zijn mijn eitjes. Ik wil wel ei. Oh. Oh, ik weet niet welke. Je hebt zoveel verschillende. Pannenkoeken en wentelteefjes. En hier weer allemaal. Oh, hier zijn de toppings voor je pannenkoeken. Hier zijn toppings voor je pannenkoeken. Nou, dat heb ik net helemaal overgeslagen. En hier nog meer. Oh, wat is dit dan? Nou jongens, we zijn bij de beste aangekomen. Nou, hier heb je weer fruit, maar dan heb je dit. Oh mijn god.
Als je dit ziet, welke zou je dan als eerste pakken? Ik... En dan heb je hier weer toetjes. Oh ja, hier heb je zeg maar weer beleg en dan heb je hier een yoghurtbarretje. Ik wil denk ik nu aardbeien. Oh, wat goed van jou, honing, wat slim. Oh my god. En dan heb je hier belegde broodjes. En nog een saladebar. Ik denk dat je nu al gewoon 2.000-3.000 calorieën voor eet. Nou, dat valt ook wel weer. Nou, ik heb even gekozen voor wat meer eiwitrijke dingen. Ei. Nog een keer ei. Twee keer yoghurtjes. Almondmelk met wat dingen erin. En nog wat pannenkoekjes met meloen en honing. Ja, dat moet wel goed komen. Dit was een iets betere ronde qua keuzes. Nou jongens, nu gaan we voor een iets verstandige keuzes. Natuurlijk hebben we al genoeg gegeten, dus dit is ook niet meer echt heel verstandig. Kipfilet, weer pannenkoekje, yoghurt, die probeer ik deze vakantie veel naar binnen te krijgen, maar ook die losse plakjes kipfilet of kalkoenfilet en wat fruit om het mee af te sluiten. Als je hier aankomt, ga je tenminste die liggen. Nou, we zijn even een rondje aan het lopen, want we moeten die dingen, dat eten natuurlijk al echt even verbranden, lekker op het strand. Zo meteen even 94.000 miljoen stappen zetten. Mijn buik die voelt niet helemaal goed. Ik heb niet eens één dag op het strand gelegen. Mijn lichaam die ziet er nu al niet meer fatsoenlijk uit. Ik vind het niet uit, jongens. Het gaat erom dat je doet waar je goed voelt. Nou jongens, we zijn er even in de kamer. En ik zal jullie door de week ook laten zien wat al dat eten met mijn lichaam doet. Want natuurlijk was het wel weer een beetje te veel. Maar Mirjam en ik kwamen binnen. En we dachten gelijk van, we waren eigenlijk een beetje... In een andere modus opeens. We dachten van wow, het ontbijt ziet er echt ziek uit. We eten gewoon alles wat we hebben. Maar uiteindelijk valt het allemaal nog mee. Mijn lichaam is buik is wel een beetje opgezet, merk ik. En er komt zeker nog meer bij. Maar naarmate je het natuurlijk vaker doet, dan krijg je er ook minder zin in. En dan maak je wat betere keuzes. Bijvoorbeeld die eerste die ik nam, was een beetje chaos. Maar daarna nam ik steeds meer eiwitten en meer fruit en groenten. En ik merk dat ik daar ook wel gewoon dan weer die neiging naar heb. Wat we nu gaan doen, even omkleden. We gaan een lange strandwandeling doen, op ieder geval staat op de planning om echt even veel stappen te zetten. En daarna gewoon genieten van het weer, genieten van elkaar, misschien lekker colaatje drinken, lekker fruit eten. En voor de rest laten we jullie gewoon zien wat er allemaal op ons pad komt vandaag. Instagram-foto. Helemaal zeiknat. Maar het was wel leuk. Als hij is gelukt, staat hij op Instagram. Als hij niet is gelukt, als hij niet mooi was, dan staat hij. Kijk, die is wel mooi. Achter de palmboom is. Achter de palmboom? Nee, die achtergrond was ook niet zo mooi. Natuurlijk wel. Nou, Mirjam en ik zijn erachter dat het ontbijt en het middageten het beste bij ons past. Het lekkerste is, alleen we hebben nu, kijk ik twijfel, Mirjam twijfelde nog een beetje. Jij twijfelde nog een beetje. Ja, ik zag altijd eten en ik dacht ik wil weer eten, maar jullie het wou niet. En dan vind ik het gewoon stom en niet mee te eten, maar ik heb wel pizza gegeten. Wel pizza gegeten, dus nu gaan we wat fruit eten en wat cola en dan gaan we zo nog even kijken. Nou jongens, we zitten even bij het zwembad. Koffietje erbij. We hebben trouwens net al heel veel stappen gezet. Het ging eigenlijk best wel goed. Ik zal zo meteen nog straks nog even laten zien hoeveel het is geworden. En ja, we zitten nog wel op een goede tussenstand. Af en toe worden ook Nederlandse liedjes gedraaid, wel lekker. Een lekker koffietje erbij. Kan ergens zo op de zaterdag eigenlijk, hè, merk ik. Maar
super lekker. Denk even een dutje, klein dutje doen. Nou, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. Abonneer voor meer, like als je hem leuk vond. En dan zien we je uiteraard weer in de volgende. So great for my city, I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...